het eigenschap kenmerk van dit sorteerboekobject nu laten omzetten door de gebruiker, beïnvloedbaar maken via een input. En een input die we zouden kunnen kiezen is een select. Die gaan wij dus eerst invoeren in ons index HTML document. Onder de kop, voordat de uitvoer er is, maken we een select object, element bedoel ik. Die hebben we verder geen classes of names, want we gaan niet met PHP werken. We geven gewoon een ID mee. En daar zetten we dan de verschillende opties in. Nou, we starten ons sorteren met... Even op een andere manier zo. Option. Deze. Ja. De value die zetten we hierin. Die is dus gelijk aan de uitgave. Dat is degene die we kiezen. Omdat die uitgave er ook eenmaal standaard... laten we bij de start van het document gewoon op uitgave. Nee, op titel natuurlijk. Titel. Zo, ja. Dus die zetten we op titel in. En ik weet niet of die nou op titel staat in de... Ja, staat hier ook op titel. Goed, zo maken we wat meer options. En de value kan zijn auteur. Als we de auteurs optie kiezen. Zo. En we hebben hier een optie die we kunnen kiezen. Dat is de jaar van uitgave. Datum uitgave kunnen we daarvoor kiezen. We hebben een aantal bladzijden. En we sorteren dan in dat ding op. Pagina's. Wat is de eigenschap? Dus dat is dan hier de value. En dan kunt u zeggen hier aantal bladzijden. En dan vervolgens ook nog de taal. Oké, dus dan hebben we hier zo deze eigenschap. Kunnen we dan hier selecteren hierboven. En dan moet dat dus resultaat geven. Dat moet natuurlijk een script regelen. En daarvoor hebben we dus dat ID-kenmerk die we hier gaan gebruiken. Ik zet hem maar even boven aan het script. Daar, keuze voor sorteeroptie. En dan hebben we dus een, doen we er maar even een variabele, let, kenmerk is document get element by ID. En in dit geval is dat dus kenmerk. En die kunnen we dan een event listener geven, kenmerk, event listener. Het event wat er plaatsvindt is change. En dan kunnen we vervolgens daar handelingen opzetten. Een tweetal handelingen, dus we zetten het eventjes in een functie. Dus in dit geval een event. En daar met de vette arrow kunnen we daar de statements achter zetten. Het allereerste is dat wij... proberen deze variabele hier in die kenmerk van sorteer boekobject om te zetten. Dus dan zeggen we sorteer boekobject punt kenmerk. Die maken we dan gelijk aan het event punt target. Dat is dus hetgeen wat geselecteerd is
value. Dat is 1. En vervolgens moeten we natuurlijk opnieuw sorteren. Dus we roepen opnieuw van het object sorteerboekobject. Geven we dan de opdracht sorteren mee. We slaan dit op. We gaan kijken, we hebben hier het aantal bladzijden staan op dit moment. We gaan dit nu omzetten. We zetten hem eerst op titel en dan is hij op titel gesorteerd. En dan gaan we naar bijvoorbeeld auteurs en dan zien we dat hij op auteurs sorteert. We kunnen naar het aantal pagina's gaan. Dat is ook netjes daarop gesorteerd. En dan vervolgens ook eventueel op taal. En dat loopt ook eerst Engels en dan die andere. Hetgene wat we eerst invoerden met de hand kan dus nu met deze worden gesorteerd. Datum uitgave sorteert op een nog wat gebrekkige manier, maar het sorteert wel. En dat is hetgene wat we hebben willen bereiken.